Welkom bij het weekjournaal van de provincie Friesland. We sjoggen weerom op de wichtigste zaken van orde wieken en we sjoggen vooruit op nije wieken. Van de wieken wie een expertmeeting in Hotel Oostergo in Grauw. Experts en ondernemers praten er over recreatie en toerisme. Er ontstie onder de 100 bezoekers een libbene discussie. Maar als keren, Friesland is een ijzersterk merk, draag dat uit. In juni besluit de provinciale steden over het beleid van de gastvrijheidseconomie. Het waar valt juur wat aan, maar minder feestelijk wie het er net om. In Donkerbroek waard vanmiddag de nieuwe voetgangersbregen en het recreatiepark iepenen. Verder is er een vistijger voor minder validen online en is de opstalonske compagnonsfeet opholpen. Van nieuwe week aan kunnen jou naar een van de pop-up kantoren. Woensdag aan te mij sneun is de provincie in Wolvegeer. In de weekend daarna nog op verskate orenplakken in Friesland. De provincie praat jou daar graag bij over de omjouwingsvisie. En stelt de vraag, in wat voor Friesland wil jou in 2024 wennen, werken en recreëren? Woensdag is weer de eerlijkse reden van Friesland. Prins Carlos de Bourbon de Parme zal spreken over duurzame innovaties en ontwikkeling. In de statenzaal van het provinciehuis. De reden is te volgen via de website. Dat wie het van deze week. Ont nieuwe weken.